Hoi en welkom op het kanaal. Vandaag heb ik een make-up tutorial voor jullie wat meer rockchick stijl is dan het vintage wat ik vaak doe. Dus laten we snel beginnen. We beginnen wel gewoon net als met de vintage stijl en ieder andere stijl aan make-up. Let niet hierop. Let niet erop, zeg ik, terwijl ik er een beetje eventjes duidelijk op wijs dat het er is. Anyway, ik ga eerst eventjes mijn ogen pruimen. Oogprimer is trouwens ook prima geschikt als concealer, als het je echt irriteert dat er plekjes zitten. Dan worden de oogschaduws, dat worden er maar drie deze keer, waarvan de eerste een monootje. Deze ga ik op mijn wenkbrauwbol doen. Deze ga ik behoorlijk heavy aanbrengen, aangezien ik namelijk op zich voor de rest eigenlijk alleen maar een goudkleur ga blenden. Een soort grungy, gouden, spooky eye moet je denken. Maar die wil ik niet helemaal tot mijn wenkbrauwen hebben. En dit zorgt ervoor dat daar alvast niet meer kleverig is de primer. Dus dat scheelt. Eigenlijk bijna dus inzien doe ik dit ook op mijn binnenste ooghoeken. Zodat het daar ook niet te donker wordt. Vervolgens zo'n leuk potje van NYX. Ik ga het niet te lang omhoog houden, want dan zit het overal. Maar dat ga ik er aanbrengen. Zorg dat je hier trouwens een kleverige basis voor hebt, zodat het wel goed pakt. Oké, ik heb jullie ietsje dichterbij gehaald. Ik ga een plat kwastje gebruiken. En wanhopig proberen dit product niet over mijn hele kamer uit te spreiden. Ik ga daar waarschijnlijk in falen. Maar goed, en dan ga ik het voorzichtig op mijn ooglid deppen. Dit is een soort folie effect. Oh, ik ga het even op een plastic treetje zetten, want anders zit het dadelijk echt overal. Anyway, een folie effect dus. Als je nou een look als dit doet, om daadwerkelijk, telefoon hou je snavel, om daadwerkelijk ergens heen te gaan, raad ik je met klemmen aan om eerst je make-up te doen en je dan pas om te kleden, want anders heeft je outfit wat extra sparkle. Mijn inspiratie voor deze look is trouwens een beetje rock chick-achtige make-up, want ondanks, weet je, ik denk dat veel van ons die periode gehad hebben, dat je als tiener letterlijk alleen maar met zwarte oogschaduw liep. Maar wat je tegenwoordig ziet, de rockchick stijl, zelfs gothic stijl, is niet meer per se alleen puur zwarte oogschaduw en that's it. Weet je wel, er is juist meer sparkle, maar het is dan juist net wat meer heavy en grungy dan beauty make-up. Weet je wel, echt classic glam make-up. Dat is een beetje de vibe waar ik voor wil gaan. Weet je, denk aan, ja, weet je, outfits met schedels. Bands als The Pretty Reckless, dat soort dingen. Kwam ik een keertje toevallig tegen, trouwens, online. The Pretty Reckless. De zangeres is letterlijk dezelfde die het meisje speelde uit The Grinch. Dat verwacht je niet. Maar in ieder geval, goede muziek. Waar het om gaat, dat soort stijlen, dus ja, daar dacht ik aan. Ik had zoiets van, dat ken ik ook. We hebben gelijk highlighter. Die ga ik proberen een beetje te verwijderen. Correctie, we hebben gewoon gelijk highlighter. En dan een beetje die randen blenden, dat het net een beetje zachter is. Maar niks teruggeblend, want wat ik al zei, ik wil dit niet tot aan mijn wenkbrauw hebben. Oké, dit zou je eventueel nog als meer echte glam kunnen doen. Maar ik wil het dus donkerder hebben, dus ik ga er een zwarte crease in maken, maar een heel gelokaliseerde crease. Jullie weten allemaal hoe een zwarte oogschaduw eruit ziet. Dat is mooi, want ik ga die van mij niet omhoog houden. Want het is namelijk nog steeds een zwarte oogschaduw die longtime viewers waarschijnlijk zo zouden herkennen. Namelijk die van Kiko, die in 538 stukken ligt. En het leuke is dat het dingetje magnetisch sluit, die mono. De oogschaduw zit daadwerkelijk opgehoopt ook in poeder rond het magneetje. De oogschaduw is gewoon magnetisch. Ik weet niet wat ik daarvan moet vinden verder. Of wat de logica is. Maar het is wat het is. Anyway, deze gaat in ieder geval echt in die buitenste ooghoek. Met een penselbrush. Zodat ik hem echt heel erg gelokaliseerd kan houden. En dan blend ik hem voorzichtig een beetje in de crease. Echt gewoon bedoeld als, ja, gewoon een schaduw eigenlijk. En dan eventjes een gewoon zwarte eyeliner. Behoorlijk dikke zwarte eyeliner. Take control.
Oké, ik heb eventjes een clean-up gedaan met een remover en een angled kwastje. En daarna gewoon met een wattenschijfje, want dat was wel nodig. Dan hebben we dus dit resultaat. Dit is ja, eigenlijk al de bovenkant van de look klaar. Natuurlijk gaan we ook nog dingen aan de onderkant doen. Maar ik ga eerst eventjes gewoon een getinte dagcreme aanbrengen. En gewoon de basics. Verder niet heel boeiend. Dus hier hebben we dan gelijk het resultaat. Ik hoop echt dat die transitie zo smooth was als ik hoop dat die is. Logisch Nederlands. Anyway, ik ben dus voor... het lijkt best wel full covers, nou ik het zo zie. Maar ik ben dus in ieder geval voor Skinfill van niets gegaan. En gewoon een Catrice, oud Catrice setje eroverheen qua contour en blush en highlight. Want het was lekker makkelijk. Nu ga ik denk ik eerst eventjes mijn setting spray doen. Want dit is redelijk mat. Dus ik ga ook nog een matte setting spray doen. Dan is het wat meer dewy in ieder geval. En dan de ogen afmaken. Ik heb het idee dat ik er nu heel licht uitzie. Maar dat kan ook komen doordat deze BB cream perfect voor mij is in de winter en herfst. En niet als ik nog donker ben van de zomer. Hij is licht voor me, dat is wat ik bedoel te zeggen. Maar goed, ik ga in ieder geval die zwarte oogschaduw op die penselbrush heel voorzichtig onder mijn oog blenden. Meer als een soort second day mascara-achtig verhaal. Als in, ik wil dit niet letterlijk als één grote zwarte vlek hebben onder mijn oog. Op dat punt komen we later nog wel namelijk. Maar goed, ik breng het aan, veeg even mijn kwast af en dan blend ik het wat uit, zodat het niet te heavy wordt. Maar wel geblend is. Dan een zwart potlood in de waterlijn. Als je met zoveel zwarte make-up producten hebt gewerkt, wie nog meer? Heeft dan de ervaring dat je ineens je hand op je gezicht legt? En dan ineens een zwarte vlek op je gezicht hebt? Ik heb dat echt veel te vaak, serieus. Er zit er bijvoorbeeld eyeliner of potlood of... oogschaduw of wat dan ook zitten op mijn handen. En dan leg ik ze dus, weet je, als ik dan leun. En dan heb je eens een hele zwarte smuts in je make-up. Heel irritant. Makkelijk te voorkomen, maar het gebeurt me echt te vaak. En dan een heel klein detail met de eyeliner. En uiteraard om het af te maken, mascara. Dit is trouwens Lash Freak van Urban Decay. Hele mooie mascara. Zorgt er wel voor dat als je niet voor een edgy rock chick look gaat, dat je hem voorzichtig aanbrengt. Want anders kan die best clumpy zijn. Maar met alle duisternis die er al in de ooghoeken zit, past dat hier eens perfect bij. Dus ik ben wat meer er hard op gegaan met de mascara. Maar goed, dan tot slot een nude lipstick. En dan zijn we helemaal klaar. En hier hebben we dan het uiteindelijke resultaat. Het is eerlijk precies zoals ik me had voorgesteld. En zonder 5000 kilo glitter op mijn wangen. Waar ik best wel heel erg blij mee ben. Ik heb echt het idee dat ik nu heel erg licht ben. Maar dat is ook omdat mijn gezichtsbasis te licht is. Maar goed, het past bij deze look, zullen we maar zeggen. Of is dit beter? Dit is geloof ik iets minder oogverblindend. Anyway, dit is dus de complete look. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken. Als je het leuk vond, klik dan eens op de like button. Dat zou me heel erg helpen, want het zorgt ervoor dat YouTube mijn filmpjes vaker aanraadt aan nieuwe mensen. En als je niks van mijn toekomstige filmpjes wil missen, kun je altijd abonneren op mijn kanaal. Verder heb ik ook nog Instagram trouwens. Al dat soort dingen kan je onder het filmpje vinden. En wat je ook onder het filmpje kan vinden, zoals altijd, is een lijstje van alle spullen die ik vandaag gebruikt heb. Oké, mijn camera deed net iets heel raars in de viewfinder. En ik weet niet of jullie dat net ook gezien hebben, maar dat terzijde. Hopelijk gaat het niet verrot, zou een beetje jammer zijn. Anyway, voor nu in ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie weer een hele fijne dag hebben. En hopelijk tot de volgende keer. Doei!